Dan gaan we eens kijken naar de situatie van de twee platen, de twee geladen platen. We hadden al gezien dat tussen die twee platen je een elektrisch veld krijgt. En in dit geval is het ook een homogeen elektrisch veld. Dat wil zeggen dat de veldlijnen mooi evenwijdig aan elkaar lopen en dat het elektrisch veld ook overal even sterk van grootte is. Dat is een mooie simpele situatie. En in deze situatie gaan we eens kijken naar het begrip elektrische energie. Even een schoon plaatje. Wat gebeurt er nu als we een proeflading aanbrengen tussen de twee elektrische velden? En die proeflading gaat bewegen van punt 1 naar punt 2. Nou, we hebben al gezien dat er een elektrische kracht opwerkt. En die elektrische kracht is gelijk aan de lading maal de sterkte van het elektrische veld. Wanneer het ladingje beweegt van punt 1 naar punt 2, dan verplaatst hij zich door die elektrische kracht en krijg je te maken met het begrip arbeid. En arbeid, dat kennen we nog, de algemene formule daarvan is kracht maal verplaatsing. Nou, deze afstand is dan de verplaatsing. In dit geval van punt 1 naar punt 2. In ons specifieke geval, waarbij we elektrische kracht hebben, is de arbeid gelijk aan de elektrische kracht maal de verplaatsing van 1 naar 2. En elektrische kracht is Q maal E, dus krijg ik Q maal E maal de verplaatsing van 1 naar 2. In deze situatie kunnen we zien dat de kracht naar rechts staat en de verplaatsing ook naar rechts staat. Dus we hebben te maken met een positieve arbeid in deze situatie. En een positieve arbeid, dat wil altijd zeggen dat er ergens energie verloren gaat en ergens anders energie bijkomt. En dat gaan we straks nog eens zien. Maar welke energiesoort van dit geladen deeltje neemt nu af? Nou, dat blijkt de elektrische energie te zijn. De elektrische energie die wordt kleiner. Blijkbaar heeft het deeltje in punt 1 meer elektrische energie dan in punt 2. En het verschil in elektrische energie tussen die twee punten is gelijk aan de arbeid, is dus gelijk aan Q maal E maal de verplaatsing van 1 naar 2. Je ziet meteen iets aparts. Ik heb hier in één formule twee keer dezelfde letter E. In het ene geval zegt het iets over energie, in het andere geval zegt het iets over het elektrisch veld. Let daar goed op, ga ze niet door elkaar halen. Vaak zie je aan het onderschrift wel of je te maken hebt met een energievorm of met het elektrisch veld. Want eigenlijk heeft het elektrisch veld nooit een onderschrift. We gaan nog één stap verder. Het verschil in elektrische energie is erg interessant. Nog interessanter is wanneer je dat zou kunnen uitdrukken onafhankelijk van de lading. Wanneer je dus elektrische energie deelt door de lading. Dan krijg je een nieuwe grootheid. En die nieuwe grootheid is U gaan heten. En die kennen wij, want U is de spanning. En de spanning meet je altijd tussen twee punten. In ons geval tussen punt 1 en 2 in het grafiekje. En die spanning geeft dus aan een verschil in elektrische energie van een lading wanneer het zich van punt 1 naar punt 2 verplaatst. Dus spanning is niets anders dan een energieverschil per ladingseenheid. De eenheid van U, nou gaan we even kijken, de eenheid van energie is natuurlijk joule en de eenheid van spanning is coulomb. Dus de eenheid van U, de eenheid van spanning is joule per coulomb. Deze formule kun je ook omschrijven en dan krijg je deze. Eigenlijk precies hetzelfde als die daarboven staat, alleen de factoren zijn omgeschreven. Je kunt altijd het verschil in elektrische energie uitrekenen, die is altijd gelijk aan Q maal U. Q maal het spanningsverschil van het deeltje. Even een zijstapje, het staat niet in het boek, maar is toch wel eens handig om te zien, denk ik. We hebben nou eigenlijk twee formules waarmee we de elektrische energie kunnen berekenen. Elektrische energie is gelijk aan Q maal het elektrisch veld maal de verplaatsing. En we hebben ook dat de elektrische energie gelijk is aan Q maal U. Die twee kunnen we met elkaar gaan combineren. Dan krijg ik dat Q maal E maal S gelijk moet zijn aan Q maal U. Die Q'tjes kun je tegen elkaar wegstrepen. En we krijgen eigenlijk een nieuwe definitie van de spanning U.
U is gelijk aan de veldsterkte maal de verplaatsing. Je zou het ook anders kunnen opschrijven. Dan is de veldsterkte gelijk aan de spanning. Het spanningsverschil delen door verplaatsing is volts per meter. En zo zie je veldsterkte ook wel eens gegeven staan. In zoveel volt per meter. Dus blijkbaar in de situatie hierboven neemt de spanning af wanneer je van links naar rechts je beweegt, wanneer het deeltje zich beweegt. Ik zou je ook eens wat waardes in kunnen vullen. Stel, ik heb hier een batterij van 100 volt. En stel, ik ga het volgende doen aan deze kant van de batterij. Dit tekentje wil zeggen dat deze kant geaard is. En geaard wil zeggen dat de spanning altijd dan gelijk is aan 0 volt. Dus deze kant van de batterij is of deze kant van de plaat is geaard. Die is 0 volt. Nou, laten we zeggen, nou, laten we een flinke batterij pakken van 100 volt. Dan is deze kant van de opstelling, deze plaat, staat onder een spanning van 100 volt. Wat inhoudt dat wanneer een deeltje zich bij punt A, bij plaat A zich bevindt, het 100 volt aan energie per lading heeft. En die verliest hij naarmate hij meer naar rechts beweegt. En op het moment dat hij bij plaat B aankomt, heeft hij 0 volt. Wat inhoudt dat hij helemaal geen elektrische energie meer heeft. Dus die elektrische energie die neemt af. De spanning neemt af en daardoor ook de energie af. Als je hier nog 100 volt hebt, dan zul je na een aantal centimeters bewegen op 80 volt zijn. 60 volt. 40 volt. 20 volt. En 0 volt. Dus naarmate hij van links naar rechts beweegt, het deeltje, komt hij bij een lagere spanning. En daardoor heeft hij dan ook minder elektrische energie. En wanneer je de situatie van bijvoorbeeld van punt 1 en punt 2 bekijkt, een deeltje begeeft zich van punt 1 naar punt 2, dan kun je al aflezen in deze tekening dat de spanningsverschil dan 40 volt bedraagt en dat hij dus 40 joule per coulomb aan lading verliest. We hebben gezien dat elektrische energie kan veranderen naarmate een deeltje door een elektrisch veld loopt. Het verschil in elektrische energie is gelijk aan Q maal het spanningsverschil U. De vraag is natuurlijk bij ons voorbeeldje van het deeltje wat van een positieve naar een negatieve plaat beweegt en het deeltje zelf positief. Hij verliest elektrische energie. Maar waar gaat dat dan naartoe? Nou, in de meeste gevallen, zeker als je gewoon twee platen hebt met een vacuüm ertussen, zul je zien dat dat deeltje, die voelt een kracht, die zal steeds sneller gaan bewegen van links naar rechts. Die krijgt dus meer snelheid. Dus die elektrische energie wordt dan omgezet in kinetische energie. En die is dan weer gelijk een half keer m keer v in het kwadraat. Dus hij gaat steeds sneller bewegen en daardoor krijgt hij steeds meer kinetische energie. Een eenheid die je daar veel bij gebruikt, een eenheid voor energie, is vaak kijk je naar hele kleine deeltjes die gaan versnellen dus. En bij hele kleine deeltjes is de eenheid joule is een beetje aan de grote kant. Is heel erg aan de grote kant zelfs. En daarom dat ze een nieuwe eenheid hebben bedacht om energie mee aan te duiden. En vaak gebruiken die ook in de situatie van elektrische energie. En dat is het volgende. Daarbij gaan ze uit van een proton of een elektron. Dat zijn namelijk de deeltjes met de kleinste mogelijke lading in de natuur. Dat is 1,6 x 10 8 min 19 coulomb hebben die. En men heeft de volgende energiemaat bedacht. De energiemaat is volgende. Ik heb een deeltje met deze lading. En die verplaatst zich precies zo dat het spanningsverschil 1 volt bedraagt. Dan kun je uitrekenen, dan heeft hij dus meer of minder energie gekregen. Je hebt dan een verschil in energie. En dat verschil in energie is gelijk aan Q maal U. Is 1,6 maal 10 8 min 19 maal 1. Is 1,6 maal 10 8 min 19 joule aan energie. En dit heeft een nieuwe eenheid gekregen. Zoveel joules noem je ook wel 1 elektronvolt.
Dus 1 elektronvolt is niets anders dan 1,6 × 10^-19 joule.